deze video ga ik weer een weekje vloggen. Ik ga de aankomende dagen best wel wat dingetjes doen. Ik ga me voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Ik heb nog wel tentamens die ik nog voor het nieuwe schooljaar nog moet doen. En ik ga nog andere leuke dingen doen. Dus mocht je benieuwd zijn hoe deze week eruit ziet, kijk dan vooral verder. Het is niet echt een begin van een week. Het is namelijk zaterdag vandaag. Dus ik begin deze soort van weekvlog in het weekend. Maar dat maakt helemaal niks uit. En kijk eens wie we hier hebben. Ik ben er weer eens. Dit is er weer. En wat gaan we vanavond doen? Uit eten. We gaan uit eten. En ik kom weer in camera als we gaan eten. Het is toch altijd zo? Nee, het lijkt alsof we alleen maar 24/7 of altijd als we samen zijn gaan eten. Maar grotendeels. Moet ook. Maar... Ja, maar we gaan nu uit eten. Ja. Vaak eten we gewoon lekker thuis. Maar ik heb er wel zin in. Ik ook. Het is zondag en ik moet vandaag werken. Een weekend is voor mij niet per se echt 100% een weekend. Ik doe wel leuke dingen zoals gisteravond. Maar ik moet over ongeveer een uurtje werken. Ik werk in een woonwinkel en op zich heb ik er wel zin in. Het is een zondag, dus dat is niet een hele werkdag. Maar voordat ik naar werk ga, ga ik nog eventjes op zoek naar een nieuwe laptop. Want het nieuwe schooljaar gaat binnenkort weer van start en... Het jaar zal volgens mij, zover ik het heb begrepen, grotendeels uit thuisstudie bestaan. Ze willen wel dat studenten af en toe naar school komen, maar vanwege deze pandemie willen ze eigenlijk zo min mogelijk op locatie doen. Ik spendeer gewoon heel veel van mijn tijd achter een scherm. Ik heb hier een desktop en ik merk dat ik het toch wel fijner vind om school en werk contentgebied gescheiden te houden. Dus ik ga op zoek naar de perfecte schoollaptop. Ik kreeg ook best wel vaak de vraag van wat is nou de juiste laptop? Er zijn zoveel goede laptops, echt. Soms kan je door het boom het bos niet meer zien. Maar ik ga eventjes op Coolblue kijken, echt love them. Ik bestel daar echt heel vaak mijn apparatuur. Het is heel erg handig, ze hebben hier back to school laptop staan. Nou, zo maakt het de keuze wat makkelijker. Ik ga even kijken wat mijn voorkeuren zijn. Na eventjes rondgekeken te hebben, heb ik een laptop kunnen vinden. Ik ga hem ook direct bestellen, want er staat bij dat het morgen al in huis is. Heel chill. Dus dan ga ik morgen met jullie delen welke laptop het uiteindelijk is geworden. En misschien is het je al opgevallen, maar ik heb mijn bureau voor de zoveelste keer weer een beetje veranderd. Ik had niet zo lang geleden mijn bureau een kleine makeover gegeven, maar ik had een nieuwe speaker, die moest ik kwijt. En ik heb uiteindelijk wel een aantal dingetjes van mijn bureau makeover op mijn bureau gehouden. Maar dan vraag je waarschijnlijk af dat grote rek, wat eerst hier stond, waar staat die nu? Hij staat in de keuken. En eigenlijk vind ik dat ook best wel een leuke plek voor zo'n wandrek. Inmiddels is het alweer avond en vandaag heb ik dus gewerkt. Ik ben gesloopt. Een werkdag in de winkel. Vereist heel veel energie, het is allemaal prima. Het was ook redelijk druk in de winkel, dus dat is ook wel heel erg fijn. Dus ik was lekker actief. Maar ja, ik ga nu mijn kledingkast een klein beetje opruimen. Het is al redelijk opgeruimd, maar ik vind het gewoon leuk om af en toe door mijn kleding heen te gaan en te kijken of ik dingetjes wil doen. En het geeft me toch wel een zen momentje als ik aan het opruimen ben. Ja, het is wel echt een van mijn favoriete bezigheden om dingen op te ruimen. Heel raar, maar ik word er wel heel erg blij van. Ik heb niet zo'n hele grote kledingkast. En de regel bij mij is, iets erin is iets eruit. Dus als ik geen ruimte heb voor iets nieuws, dan moet er eerst iets uit. Ik heb zowel zomer als winterkleding in mijn kast. Ik heb ook wat winterkleding onder mijn bed liggen in bakken. Maar ja, omdat het een combinatie van meerdere seizoenen is, zit het snel heel erg vol. Het is maandag en het is maandagmiddag om precies te zijn. Het is bijna 1 uur en ik ben nu lunch aan het maken. Mijn lunch voor vandaag is heel random. Ik ben worstjes aan het opwarmen. Ik wilde dit eigenlijk vanavond als avondeten eten, maar ik had er zoveel trek in. Dus ik dacht, laat ik het nu maar gewoon opwarmen. Ik had vanochtend een shoot, een campagne shoot waar ik een onderdeel van ben. Ik mag er nog niks over vertellen. Maar jullie zullen het waarschijnlijk binnenkort op mijn social media wel voorbij zien komen. Ja, het was kort en krachtig. Dat duurde nog niet eens
een uur. Ik was misschien maximaal 2 uur. Maar het was wel heel erg leuk. Ja, ik kan niet wachten om het met jullie te delen. Ik heb nooit echt geheimpjes voor jullie, maar dit is iets wat ik nog niet kan delen. Maar het is wel echt super vet. Ik had net boodschapjes gedaan en ik heb Arizona gehaald. Mocht jij mij al sinds, ik weet niet welk jaar volgen, maar al een tijdje volgen, dan weet je waarschijnlijk dat ik een periode heb gehad dat ik non-stop Arizona iced tea dronk. En met name deze. Ik heb dit al zo lang niet meer gehad. Ik ben benieuwd of ik het nog steeds lekker vind. Volgens mij was het rond 2014 of zo. Dat ik dit non-stop dronk. Ik weet het niet eens meer. En ik kocht het puur voor het flesje. En ik bewaarde die flesjes ook. Nu doe ik het niet meer. Of zeg maar, dan hergebruik ik het wel voor water. Maar niet dat ik het zo neerzet als decoratie. Oké, ik vind het wel nog steeds lekker. Het is wel extreem zoet, omdat er honing in zit, maar... Oh, een beetje aangebrand. Oeps. Soms zit ik erover na te denken om weer eens een what I eat in a day te doen. Of een kookvideo. Misschien dat kookvideo's wel leuk zijn, dat ik nieuwe recepten uitprobeer of zo. Vroeger maakte ik wel eens what I eat in my day video's. Echt een beetje de healthy manier, maar... To be honest. Nou, ik eet over het algemeen best wel gezond. Maar ook heel erg random. Meer van, oh, hier heb ik nu zin in. Dan eet ik dit. Ja. Het is niet dat ik altijd heel uitgebreid en heel fancy iets klaarmaak. Nee. Kijk eens wat we hier hebben. Mijn nieuwe laptop is binnen. En ik ga deze samen met jullie unboxen. Dit is some more. Zoals jullie kunnen zien is het een HP laptop. De reden waarom ik deze laptop nu heb is omdat het een hele goede geheugen heeft. Ik kan ermee multitasken. Wat heel erg fijn is, want als ik een laptop gebruik heb ik zoveel dingen tegelijkertijd openstaan. Dus ja, voor mij moet zo'n apparaat dat aankunnen. En daarnaast is hij nog eens licht genoeg om mee te nemen, want wie... Heeft er nou zin om een hele zware laptop mee te sjouwen? Ik in ieder geval niet. Wat ik al eerder in deze video zei, je kan op de website heel erg gemakkelijk filteren. Dus ben je op zoek naar bepaalde specificaties, een bepaald hoeveelheid geheugen, dan kan je daarop filteren. Love filters echt. Dan ben je uren op zoek naar iets wat je misschien niet kan vinden. En op die manier kun je natuurlijk de perfecte laptop voor jou vinden. En naast dat is het bij Coolblue zo, als je voor... 12 uur middernacht heb besteld. Dus 23:59. Bezorgen ze de volgende dag. Dus dat is mooi meegenomen. Helemaal als je een uitsteller bent. Ik merk al gelijk dat deze laptop heel erg licht is. Da-da-da-dum. Woe, you pretty. Nou, helemaal top dit. En dan hebben we ook natuurlijk... De oplader. Ik ga hier aankomende tijd heel veel gebruik van maken. En dan zal ik ergens in de nabije toekomst vertellen wat ik nou precies van vind. Maar ik ben nu al enthousiast, dus het moet helemaal goed komen. Het is dinsdag en vandaag staan er weer een aantal dingetjes op de planning. Ik heb straks een meeting en de rest van de dag wil ik eigenlijk gaan spenderen aan school. Want over iets minder dan een week heb ik een tentamen en over anderhalve week nog een tentamen. Eigenlijk heel slecht gezegd heb ik er nog niet heel veel tijd aan besteed. Het is echt niks voor mij. Wow, opeens schijnt de zon heel erg wel. Ik zat er gewoon niet met mijn hoofd bij. Ik had zoveel dingen te doen. Ik moest heel veel werken. Ik ging ook heel veel content maken. En nu denk ik, oeps. Ik zie het ook niet als uitstelgedrag, want ik heb nog ruim de tijd. Maar eigenlijk vanaf vandaag, of gisteren was ik er ook al mee bezig. Eigenlijk vanaf nu ga ik er gewoon volle 100% ervoor. Ik vind trouwens de outfit die ik vandaag aan heb echt super leuk. Het weer verandert echt met de seconde. De ene keer is het enorm zonnig. En op het andere moment regent het keihard. Dus ik weet niet wat ik vandaag met het weer aan moet. Maar hey.
Ik denk dat ik straks na mijn meeting eventjes een koffietentje ga opzoeken en daar ga werken. Want ik merk als ik thuis ben, word ik zo erg afgeleid door andere dingen. Dan wil ik gaan opruimen, dan wil ik met andere dingen bezig zijn. Dus ik ga eventjes voor, weet ik veel, een uurtje daarna nog eventjes aan school zitten. Met mijn nieuwe laptop. Heb er zin in! Ik weet niet hoe het komt, maar de tijd gaat zo ontzettend snel vandaag. Het is bijna 3:15. Maar ik merk dat ik niet zoveel energie heb vandaag. Dus ik doe het lekker rustig aan. Ik kwam net een superleuk pakketje binnen. Ik had namelijk stationery besteld. Of course, dat is alweer niet. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar Lilia. Lily Like op YouTube. Die heeft een eigen stationery lijn. En ik wilde eigenlijk al heel lang iets van haar stationery bestellen. Maar ik kwam er steeds niet van. Dus ik heb het eindelijk gedaan. En ze heeft er ook nog wat extraatjes bij gedaan. Echt een schatje. Ik heb een bundelpakket gekocht. Met een mapje. Een schriftje. Een grote schrift met A4 papier. Een planner. Ik vind haar planner nu al ontzettend fijn hoe zij het heeft ingedeeld. Echt, dit is echt wat ik zoek op dit moment. Met mijn boekenlegger. Van die flashcards. Super handig. En dan hebben we hier ook nog een andere planner. Ik denk dat ik gelijk eventjes wat dingetjes ga plannen. Ik heb echt diverse soorten planmethodes geprobeerd. Dus ik ga even kijken of dit heel erg nice is voor mijn studie. Laat ik jullie eventjes bijpraten. Het is donderdag. En gisteren op de woensdag heb ik de hele dag moeten werken. En ik heb de hele dag niet gevlogd omdat ik ook echt kapot was na werk. Het is wel nog meer werkdag, hoor daar niet van. Maar ik ga nu lunch maken. Want het is inmiddels alweer middag. Ik ga pasta maken. Omdat ik daar best wel zin in heb. En ik heb eigenlijk niet zoveel in huis. Ja, broos. Maar daar heb ik niet zoveel trek in. Dus ik ben nu wel mijn pasta aan het koken. Ik ga een beetje improviseren, want ik heb niet heel veel voor in mijn pasta. Ik heb pesto, de pasta zelf, wat kruiden, pijnboompitten. Ik heb helemaal geen kaas, dus ik maak maar wat. Dit is dan mijn lunch. Uiteindelijk heb ik ook nog wat tuinertjes er doorheen gedaan. En het smaakt prima. Inmiddels is het bijna 3:15. Ik ga weer eten. Maar ik ga een brownie maken. Want ik ben net even boodschappen bezig doen. Maar ik had zoveel zin in iets lekkers. Dus ik ga even een brownie bakken. En ik moet zo nog wat aan school doen. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden. De dag vliegt voorbij. En dan vraag ik waarschijnlijk wel van, wat doe je dan zo vandaag? Veel eigenlijk. Ik had net een call. Ik heb andere dingen lopen doen. Jongens, ik kan dit niet meer handelen. Maar ja, we gaan brownies maken. Het enige wat ik hierbij moet toevoegen is water. Ik wilde het per se zo simpel houden. Ik had geen zin in andere ingrediënten. Dus we gaan deze mix doen. Weet je wat ik me nu bedenk? Ik heb een schort. En hier zijn schorten handig voor om niet te knoeien. Ik draag nooit een schort tijdens het bakken of koken. Ik vergeet gewoon helemaal dat die dingen bestaan. Ik laat het even afkoelen en dan kan ik er straks van genieten. Het wordt tijd voor eten en ik ben hier niet alleen. Ik ben met
Iris, dat is zo, maar dan ook echt zo lang geleden. Echt, hè? Ben ik weer. Ja, ik ben zo blij dat ik je weer zie en het helemaal moment vastlegt. We hebben al zo lang gezegd dat we elkaar misten en nu zijn we weer samen. En ik heb mijn eten al en hier nog niet. Meid heeft er curry, hoor. Ziet er lekker uit. Smakelijk. Nou, inmiddels is het 8:30 en ik ben weer thuis. Zo ontzettend warm. Ik spring zo onder de douche. Ga even lekker relaxen. En dan ga ik lekker mijn bed in. Goedemorgen. Het is inmiddels alweer vrijdag. De week gaat echt zo snel voorbij. Ik weet niet of jullie dat ook altijd zo ervaren. Maar ja, ik kan me nog herinneren dat het vorig weekend was, weet je. Maar vandaag heb ik weer een werkdag. Ik ga weer naar mijn bijbaantje, naar de woonwinkel om lekker spulletjes te verkopen. Ik heb op zich wel zin in. Het is niet dat ik mijn baantje naar vind. Totaal niet. Ik vind het redelijk leuk. Ik vind het gewoon prima te doen. Dus vandaag staat dat op de planning. Vanavond komt Ritchie nog eventjes langs om gezellig samen te gaan eten. En dan moet ik morgen en overmorgen ook werken. Lekker veel. Ja, het is nog vakantieperiode. Dus ik werk nu ook redelijk veel daar. Maar straks als school weer begint... Oh, mijn tas valt om. Straks als school weer begint, dan zal ik waarschijnlijk maar 2 dagen in de week daar werken. Mijn contentcreatiewerk gaat ook nog door. Studie begint. Het gaat pittig worden, maar zolang ik het maar leuk vindt en het vol kan houden, hoor je mij niet klagen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om zo op deze manier een beetje een week uit mijn leven mee te krijgen. Het is gewoon, ik merk dat ik het wel heel erg lastig vind om een volle week te vloggen. Ik vind het veel chiller om een dagvlog te hebben of 2-3 dagen te combineren dan een complete week. Want ja, ik film maar deeltjes per dag. Dus ik kan niet een hele dag filmen. Ik weet niet. Maar ik vraag me ook wel af. Wat vinden jullie fijner? Echt een weekvlog? Dus echt een complete week? Of een aantal dagen achter elkaar? Of gewoon een dagvlog? Want ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie fijner vinden om naar te kijken. Want dan kan ik daar ook een beetje op inspelen. Ik ga de aankomende tijd ook eventjes nadenken wat voor content ik wil gaan maken als het schooljaar weer begint. Als jullie bepaalde suggesties hebben, dan sta ik daar altijd voor open. Maar ik ga zelf ook even binnenkort brainstormen. Ja, omdat ik al zo lang aan YouTube doe, heb ik soms geen ideeën meer. Dan doe ik elke keer weer hetzelfde. Vlog is natuurlijk heel erg leuk, maar ik zit soms te denken van, wat kan ik nog meer op dit kanaal doen? Wat ik of nog nooit heb gedaan, of wat ik ooit heb gedaan, maar mee ben gestopt. Laat het me dus vooral weten. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En mocht je me nog niet op Instagram volgen, doe dat dan vooral. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!